Medailles werd in één dag verdubbeld. Van 3 stuks gingen we naar 6. Dit was allemaal te danken aan de volgende personen. Inge de Bruin, tijdens de finale 100 meter vlinderslag. Na een goede start en een geweldige tempoversnelling is ze de eerste die de kant aantikt in een wereldrecord. Daar is het goed, in een nieuw wereldrecord! In de finale 200 meter vrije slag is het Pieter van de Hogeband die ver voor de rest finisht. Ook voor hem een wereldrecord. Hij kan het zelf niet geloven! Als laatste is het Leontien van Morsel die oppermachtig is in de finale van het baanwielrennen. De strijd is al gestreden wanneer ze haar tegenstander heeft ingehaald, maar ze rijdt nog even door en verscherpt hiermee het Olympisch record. Vanaf beeld en geluid was dit Lex Sterrenveld voor het Omroepmuseum. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende keer. Misschien op de echte.